Hebben jullie het een beetje gevolgd? Over die Maarten van Rossum. Ja, het is me ook een wauwelaartje, ook een babbelaar, ja. Wat hij allemaal weer beweert, vrienden, ja, nee. Ik kan het gewoon niet laten lopen. Nee, ik moet daar even toch iets over zeggen, want hij mag gewoon maar zijn gang gaan. In podcasten en overal zie je dat geklep, zie je maar voorbij komen. En hij heeft het dan over het volgende, hè. Hij is dan zogenaamd teleurgesteld. Hij is teleurgesteld in de Nederlanders, ja. Dat wij onze hoop hebben gevestigd, ja, op Omtzigt en de Caroline van de Plas. Ja, en hij vindt dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Dat wij niet slim genoeg zijn om te zien dat dat dan niet volgens hem de verlossers zijn. Ja, zoals wij ze dan zogenaamd zouden zien. Nou, zo zien we ze helemaal niet, volgens hem. Wij zien hun helemaal niet. De Omtzigt, de Pieter en de Caroline zien wij niet als de verlossers. Totaal niet. Wij denken alleen maar bij onszelf. Met die mensen kan het misschien veranderen. Ja, en dan zegt hij, en dat is dan weer nog dommer van ons dan volgens hem, met het ambtelijk apparaat zoals dat nu is in Nederland, gaat er bijna niks veranderen. Au, dus, en dat moet het dan maar zijn. En daar moeten we ons dan maar bij neerleggen. Ik snap ook wel dat dat dan heel langzaam gaat. In die ambtelijke molen in Den Haag, dat begrijp ik wel, ja. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat we dezelfde poppetjes en dezelfde partijen laten doorgaan, zoals het de afgelopen tijd is gegaan. Dat leek toch helemaal nergens op? Nee, en dan willen we dat er toch een soort andere koers wordt ingezet via de Pieter of via de Caroline. En dat vindt hij dan dom, nee. Dat is alleen maar slim van ons. Anders gebeurt er helemaal nooit meer iets in Nederland. Nee, want als we alleen maar moeten denken, ja, je kan die mensen wel de verlosser noemen, maar er gaat toch niks gebeuren. Ja, dan hoeven we ook niet te gaan stemmen. Laat het dan allemaal maar zitten. Ja, en trouwens, dit hele verhaal over Pieter en over de Caroline, dat houdt hij dan niet over de groengoeroe, die Timmermans. Nee, daar houdt hij zijn mondje over dicht. Ja, Van Rossum. Hey, Van Rossum. Hoi.